Het lijken wel Amerikaanse toestanden, want ook in onze provincie neemt het aantal gewelddadige incidenten behoorlijk toe. Het is totaal niet ingewikkeld om aan wapens te komen. Ook voor jongeren blijkt dat appeltje-eitje te zijn. Volgende week is er in Arnhem een wapeninleveractie om te voorkomen dat de wapens daadwerkelijk gebruikt gaan worden en levens verwoesten van zowel daders als slachtoffers. Bij ons aan tafel Melvin Kolf, medeoprichter van de Presikhaaf University, de politiechef van basisteam Arnhem-Zuid, Erik Bomhof, en Myron Vlietstra, die een rol speelt in de campagne. En die is hard nodig. Jongen neergestoken in Aalten. Steekincident in een woning in Zutphen. Harderwijker langer achter tralies naar Fonds Wapenarsenaal. Dit is een uitnodiging. Moet een vader zijn kind door jou begraven? Moet jouw moeder of andere zorgdrager jou loslaten en verliezen aan de straat? Nee, dat willen wij voorkomen. Wapen gevonden bij politiecontrole langs de A2. 22-jarige gewond bij steekpartij in Velp. Agenten doen onderzoek naar een steekpartij in Nijmegen. 3 gewonden bij een steekpartij in Westervoort. Maar ik hoop dat jij de schade van het lopen met een wapen snapt. En vorige week nog was er in Arnhem een stille tocht voor de 27-jarige Eduard, die doodgestoken werd in Arnhem. We hebben toch iemand uit onze gemeenschap door het toedoen van geweld en het dragen van wapens verloren. Daarom dus een uitnodiging aan de stad. Dus nodigen ook jou uit om de stad trots te maken en deze week je wapens in te leveren. Ja, heren, welkom. Meneer Bomhof, om met u te beginnen. Het aantal gewelddadige incidenten neemt dus duidelijk toe, hè? Hoe groot is het probleem nou in Arnhem? Ja, dat is natuurlijk zeg maar een stukje voor ons ook de dark number. We weten niet precies hoe groot het probleem is, maar we zien gewoon dagelijks dat er incidenten zijn. En ook wel echt heftige incidenten waar we ons grote zorgen over maken. En als we kijken naar de afgelopen maanden, dan hebben we echt veel incidenten gehad waarbij vooral steekwapens zijn gebruikt. Maar waar ook zeg maar 5 mensen het leven hebben moeten laten. Dus het is een groot probleem. Ja, dat is heftig. Ja. Heeft u enig idee hoe dat komt? Nou, we hadden het net even over. Vroeger deden we het met de vuisten. En je ziet eigenlijk een soort wapenwedloop van als de een een mes heeft, dan wil ik ook een mes. En het gaat zo zeg maar verder. Mm-hmm. En dat willen we eigenlijk doorbreken door te zorgen dat we dat zeg maar gaan voorkomen. En juist zeg maar weer teruggaan naar normaal. Melvin, over wat voor jongeren hebben we het eigenlijk? Welke jongeren doen dat? Ja, ik denk dat dat heel lastig te zeggen is. Ik denk dat daarin, laten we zeggen, de diversiteit super aanwezig is. Want je ziet jong vanaf 12 tot en met 27. En ja, vandaag de dag kan iedereen met een aantal klikken ook op het internet een wapen krijgen of een mes. En wat voor soort wapens dan? Want steekwapens hoor ik. Ja, ik denk dat het vooral om de steekwapens gaat. Dus de messen, misschien ook wel boksbeugels. Dat de wapens zijn die gebruikt worden. Maar dan zou ik eerder naar politie moeten kijken. Wat zijn dat voor wapens? Maar ik denk dat het om alle jongeren wel gaat. En snap je het? De toename, de frustratie onder jongeren? Want kennelijk, dit gebeurt nu. Ja, ik snap het ergens wel. Ik praat het niet goed. Maar ik denk dat er heel veel op het bordje komt van jongeren. Dus heel veel frustratie is, heel veel niet kunnen doen. Het gevoel van onveiligheid, misschien omdat je gehoord hebt, maar hij heeft een wapen, dus ik moet ook een wapen dragen. Verdediging. Dus misschien in het hoofd van veel jongeren is het een veilig gevoel om een wapen te dragen. Dus ja, ik ga mijn wijk uit of ik ga de stad uit, dus ik moet iets mee hebben omdat de ander dat ook heeft. Dus dat begrijp ik wel. En misschien ook wel de druk die er omheen ligt. Want ja, vroeger als ik een keer ruzie had, dan was het een klap op mijn ogen en ik ging terug naar de wijk en niemand wist het. Maar als ik vandaag een klap krijg en dat wordt gefilmd, dan staat het op internet en dan kom ik terug in de wijk en dan zeggen ze, maar laat je dit zomaar gebeuren. Dan gaat het om je eer. Die druk die daarbij komt met eer, met trots en de groepsdruk die dan speelt. En dan denk je, ik wil niet bekend zijn als het sukkeltje die geslagen is, dus ik moet iets doen. Maar het gaat van kwaad tot erg. En liefst een stap eroverheen blijkbaar dan. Hey Myron, jij zit hier aan tafel, jij zit ook in die clip, hè? Je doet mee in de campagne, de clip Make My City Proud. Ja, zeker. Ben jij ook een jongere met wapens? Nee, ik ben geen. Ik heb nooit wapens gedragen, maar wel om me heen gezien. En zeker met de afgelopen jaren is het gewoon heel erg toegenomen. Je hoort veel vaker gewoon een verhaal van er is daar iemand neergestoken, daar iemand neergestoken.
Dus om mijn steentje bij te dragen, om daar verandering in te maken, dan doe ik dat gelijk. Nou ja, maar jij ziet dat echt om je heen, dat jongeren messen hebben? Ja, ja. Nou, ik heb het niet met eigen ogen gezien. Mm-hmm. Maar je hoort het gewoon heel veel de laatste jaren. Ja. Ben je niet bang dan? Want er zijn dus jongeren die wel rondlopen. Heb jij wel eens gevochten met je vuist? Ik heb wel eens gevochten, ja. En dan met je handen? Ja, zie, dat is wat er vroeger gewoon... dat was wat normaal was. Ja. Vroeger dacht je niet aan wapens. Dat is dus echt iets van de laatste tijd. Ja, het is echt van de laatste jaren. Maar het is toch wel heel maf dat zomaar verandert dan. Is er iemand die daar een verklaring voor heeft hier aan tafel? Waarom opeens die wapens te zijn dan? Ja, ik denk dat de verklaring heel, heel moeilijk, laat maar zeggen, te vinden en te zoeken is. Maar wat ik net zei, misschien heeft het wel gewoon met het gevoel van onveiligheid te maken. En ja, dan denk je van, hé, mijn buurman draagt een mes, dus ik moet ook een mes dragen. Mm. En dat daarom de toename in het dragen van wapens. Dus ik zit ook aan die drill raps te denken, hè, waar dan van alles in gebeurt. Dan moet je even uitleggen. Ja, dat zijn van die rapgroepen die dan elkaar een beetje zitten te stangen met wapens ook. En daar gaat ook nog wel eens wat mis. Daar hebben ook slachtoffers in gezien. Klopt. En ik denk dat het te makkelijk is om dat af te schuiven op alleen de drillrap. Misschien is dat een van de elementen die een toevoeging heeft op het stukje dat er meer wapens in omloop zijn. Maar ik denk de boodschap die de drillrappers, laten we zeggen, uitdragen, is een stukje frustratie, een stukje gezien, gehoord worden. En ik denk wat je nu steeds meer ziet onder de jongeren is dat hoe radicaler zij worden, hoe meer daarnaast ze geluisterd wordt. Dus mm-hmm. misschien is dat het signaal dat zij willen afgeven van hoor mij, zie mij. Ja. En dat geweld eigenlijk. Ja, en dat nu zijn het de wapens. Ik denk een aantal jaar geleden waren het de blote vrouwen in de clips. Ja, daar vonden we ook iets van. Daar moeten we iets van vinden. En dat heeft ook te maken met seksuele intimidatie. Dus daar moeten we ook tegen opstaan. Daar moeten we ons ook tegen uitspreken. Ja. En daarna werden het de dure auto's. En dan werden de dure auto's gehuurd. En dan dacht iedereen, hé, ik moet een Ferrari hebben om erbij te horen. Maar ja, mooie vrouwen en auto's heb ik dan altijd nog liever dan een of andere idioot die met een groot mes door de stad loopt. En daarom een inzamelingsactie. Ja. Maar in hoeverre denkt u nou over, nou, dat gaan ze wel doen? Want dat hebben ze aangeschaft dus. Ter verdediging of om iets anders ernstigs mee te doen. Waarom denkt u, gaan ze het inleveren? Nou, we hopen in ieder geval dat, zeg maar, de campagne in ieder geval een stukje bewustzijn bij de mensen krijgt. Want wapenbezit leidt tot wapengebruik. En wat ze zich vaak niet realiseren is, als je het gaat gebruiken, wat voor een impact het heeft op jezelf, op de dader, maar ook op je omgeving. Mm-hmm. En zeker als we net even het incident waar iemand komt te overlijden. Ja, dat betekent, zeg maar, dat jij zelf voor jaren de bak in gaat. En dat het is vaak een de onbewaakt moment. Je steekt. Ja, op dat moment gebeurt dat. Maar dat heeft zo gigantisch grote effecten. En dat heeft men vaak niet, zeg maar, door. En je ziet gewoon in de plekken waar het geweest is, Den Haag en in Zwolle, dat er toch wel heel veel ingeleverd wordt. Daar is het natuurlijk al gebeurd. En daar zien we hier, dit soort dingen worden dan ingeleverd. Ja. Van hele kleine mesjes tot behoorlijk flinke. Het ziet er stevig uit, ja. Kijk en, nou, en, joh. Nog wel wat meer. Ik zie automatische wapens zelf. Ja, nou, in principe mag ook alles ingeleverd worden. Het gaat nu even over de jeugd hier vooral, maar het is voor iedereen. Iedereen mag zijn wapens inleveren. En dat is anoniem, of? De steekwapens zijn sowieso anoniem. Die kun je inleveren op eigenlijk de hele week in de Beekstraat in Arnhem. En op twee momenten op in de wijken, kan ik zo nog iets over vertellen. En de vuurwapens, daar moet je echt een afspraak voor maken. Dan worden ze anoniem thuis opgehaald. En daar wordt wel even een onderzoek naar gedaan, omdat we wel even willen weten. Is of daar ze iets niet mee? Gebruikt zijn. Ja, precies. Ja. Dus er wordt even een onderzoek. Als er niks mee aan de hand is, worden ze vernietigd en wordt ook alle gegevens worden vernietigd. Is er wel wat mee gebeurd, dan komen we wel even bij je nog op. Komen ze nog even lang. U heeft ook een wapen bij u, of niet? Ja. Die gaat u niet inleveren, denk ik. Nee, die hoef ik gelukkig niet in te leveren. Nee. Maar dat is best een andere. Nee, ja, precies. Maar het gaat ook om, zeg maar, dat wil ook nog oude wapens. Als je wapens op zolder hebt, echt waar je vanaf wilt, die kans is er nu. Dat is allemaal inderdaad anoniem. En je ziet inderdaad ook wel wat heftige wapens. Er zijn ook een heleboel nepwapens bij. Maar alles willen we graag hebben, want ook dat is natuurlijk. Maar goed, dat zie je niet, hè? Of het nep is of daarom, niet. Daar is Maar Melvin, denk je dat jullie hiermee ook echt de harde kern van de wapenbezitter bereiken? Zeg maar zijn het niet echt alleen maar de pussies die het inleveren, de meelopers, zeg maar, en de mensen die toch al niet zo gezagsgetrouw zijn, die houden hun wapen?
vind ik ook lastig te zeggen. Maar ik denk dat wat het belangrijkste is dat we echt het bewustzijn, laat maar zeggen. Dus awareness creëren. En uiteindelijk is het natuurlijk supermooi als je die harde kern ook weet te bereiken. Maar als je die twee schillen eromheen weet te bereiken, ja, dan beperk je eigenlijk al het gevaar. En wat jij net zegt is, wapendragen is wapen gebruiken. Ja, dat wil je eigenlijk beperken en inperken. Dus ja, ik zou heel graag zien dat iedereen, dus ook de harde kern, zijn wapens inlevert. Maar ik zou heel blij zijn als we echt het bewustzijn creëren bij jongeren, bij ouders, maar bij kinderen, bij opa's en oma's, bij eigenlijk iedereen in de stad. Dat veiligheid doen we met elkaar. Veiligheid is elkaar vertrouwen, is niet een wapen dragen. Dus de harde kern hoop ik zeer zeker. Maar die twee schillen daaromheen, ja, ik hoop dat zij in grote getale, laten we zeggen, de wapens inleveren. Zodat we samen eigenlijk kunnen werken aan een veilige stad, veilige wijk. En waar je trots op kan zijn, hè? Ja, dat is het doel. En jullie hebben, ja, ook een toernooi, een game toernooi. Dat is vandaag gestart. Ja. En dat gaat eraan vooraf. En met welk doel heb je dat gedaan? Ja, dat is ook Game Against Violence. Je hoeft niet altijd geweld te gebruiken om een conflict op te lossen. Dus we kunnen ook gewoon een potje FIFA spelen. En de beste die wint. En ja, je moet je verlies nemen. En ja, als ik nu tegen Myron zou spelen, dan weet ik dat ik nat ga. Want hij is veel beter dan ik. Ja. Maar op die manier hoop je, laat me zeggen, ook het bewustzijn creëren. Want ja, dat is ook een strijd. Ja. Dat is ook een gevecht. En soms win je, soms verlies je. Sportief gevecht. Ja, en volgens mij, ja, we spreken er nu over. Maar de toernooien die starten nu in Malburg en Geitenkamp. En morgen hebben we de ene bij de Motion. En bij ons in Prezenkhaven. En dat is wel super tof. En zo hoop je dus gewoon je awareness, bewustzijn te creëren. En je sluit aan bij de leefwereld van de jongeren. Want ja, ook tijdens corona veel online, veel gamen. Ja. En nu doe je dat dus weer samen. En ja, je staat op en spreekt je uit tegen. Ja, maar als ik dan een beetje mag zeuren even. Is het niet gewoon een hele softe manier om het aan te pakken? Het is gewoon verboden wapenbezit. Waarom wordt het niet gewoon aangepakt? Het wordt aangepakt. Kijk, als wij... Nee, dan ja, maar omkijken. Ja. Van mij mag hij het ook aanpakken, maar u zit er een beetje voor. Nee, het wordt ook aangepakt. Er is een hoge prioriteit, zeg maar, op dit soort zaken. Alleen je moet het wel zien. En vaak gebeurt het inderdaad toch nog inderdaad in de anonimiteit. Of op momenten dat wij inderdaad niet aanwezig zijn. En we zijn altijd bijna te laat natuurlijk. Je moet altijd reageren op. En dan loop je achter de feiten aan. En als wij het, zeg maar, constateren. En ik weet ook dat het Openbaar Ministerie daar echt heel spits op is. Om dan ook wel flinke straffen te eisen. Zeker voor wapenbezit. Dus we doen er alles aan. Maar we willen eigenlijk voorkomen dat het eigenlijk nodig is. En dat is eigenlijk deze campagne. Lever het in. Dan hebben we daar in ieder geval, zijn die inderdaad weg. Ja. Zijn die van de straat. We doen ook een oproep elke week op Instagram. En vandaag kwamen er wat reacties op. We hebben gevraagd, heeft dat nou zin, zo'n inzamelingsactie? Heeft Dutch Army gereageerd. helpt altijd wel iets, omdat je geen straf krijgt en het anoniem is, zegt hij. En dan Yvonne Langeveld, die zegt, ik denk dat het niet werkt. Goed initiatief, maar een druppel op een gloeiende plaat. En ben je niet bang dat ze het inleveren en twee dagen later weer een nieuwe gaan halen? Ja, maar dat is, zeg maar, waar we die awareness, zeg maar, voor proberen te krijgen. Van mensen, let op wat er inderdaad gebeurt, wat een impact het heeft. Mm-hmm. Kijk, en uiteindelijk zijn mensen daar zelf verantwoordelijk voor. We hopen dat ze inderdaad zo slim zijn om dat niet te doen. Mm-hmm. Het is heel makkelijk te verkrijgen. Dus wat dat betreft, kijk om je heen of kijk in de landen om ons heen. Af en toe loop ik op een markt in vakantie en denk bij mij, wat kun je hier allemaal kopen? Ja. Dus we hebben Europees ook nog wel wat te doen. Ja. Maar we hopen dat ze inderdaad hier inderdaad ook dan uiteindelijk dat laten liggen. Want dat is wel eigenlijk ons doel natuurlijk. Als laatste nog even, waar kunnen ze het inleveren? Ja, het is dus de hele week op het Beekstraat in Arnhem, het politiebureau. En op twee momenten gaan we de wijk in. Op woensdag 2 juni gaan we naar de Laar in de Motion, het jongerencentrum daar. Daar kunnen ze van 4 tot 8 kunnen ze de wapens anoniem inleveren, de steekwapens. En de andere moet je voor bellen. En op vrijdag 4 juni gebeurt dat in Prezikhaaf. Moet ik altijd even kijken, aan de overkant. Ook van 4 tot 8. En binnenkort gaat ook Apeldoorn een soortgelijke actie houden, hoor ik net. Dus... Nou, er is een wijk van de Week van de Veiligheid. En er zijn meerdere gemeenten die wel geïnteresseerd zijn om dit te gaan doen. Dus op zich denk ik dat het een hele goede is. Ik wens jullie een heel mooi toernooi en vooral een waanzinnig goede inzameling. Dat het maar veel mag opleveren. Dank jullie wel. Dank je wel.